Dit is de lokale omroep Spakenburg. De omroep voor de gemeente Bunschoten. Een gemeente met een heel eigen karakter. Waar cultuur hoog in het vaandel staat. Waar respect is voor het oude, maar ook ruimte voor het nieuwe. Midden in deze gemeente staat De Los. Modern, herkenbaar en onafhankelijk. De Los, uw eigen omroep in uw eigen woonplaats. Dieper in het drijfzand. Nieuwe dreun voor Spakenburg. Heel graag willen we iets positiefs zeggen over Spakenburg. Maar krijgen we daar in Los Buitenspel ook de kans voor? En dat gaan we horen in deze uitzending. Hartelijk welkom in ieder geval. Vandaag bespreken we alleen de wedstrijd van Spakenburg van het afgelopen weekeinde. En blikken we vooruit op de komende wedstrijden. In verband met het overlijden van twee betrokkenen bij voetbalvereniging Eemdijk. Namelijk A-selectiespeler William Berends. En oprichter en erelid Willem van der Geest is na overleg besloten om de wedstrijd van afgelopen zaterdag niet te bespreken. Ook omdat Eemdijk alle activiteiten deze week heeft geannuleerd. Ons medeleven gaat vanzelfsprekend uit naar de familie en alle nabestaanden die dit grote verlies moeten verwerken. En we wensen hen veel kracht toe in deze moeilijke tijd. Vandaag zijn te gast aan tafel Jan Schuit. Ja. Nou, niet zo lang geleden was je nog actief bij een bekerwedstrijd van IJsselmeervogels en van Spakenburg. Ja. Als verslaggever bij De Los. Nou, hoop dat de mensen daar gaan. Gelukkig weer komt het weer. En als het allemaal goed gaat, gaan we ook de derby weer uitzenden. Dus. Nou, dat is 20 november. Ja. Dus. Waarschijnlijk misschien wel een degradatiewedstrijd. Ja. Als laten we het niet hopen, maar de niet-gevaccineerden die geen coronabewijs willen halen, die kunnen dan de wedstrijd volgen via De Los. Want ze komen dan waarschijnlijk niet het terrein op. Ja. Tenminste, als de Tweede Kamer akkoord zou gaan met deze maatregel. En nou, niet meer weg te krijgen hier, ja. Kees Nuist. Hartelijk, hier, tegenwoordig. Hartelijk welkom. Nog dank even, we zetten je bed hier neer. Ja. Dan kun je tot rust komen van de hevige discussies. Hè? Daar komt het wel op neer. Ja. Het programma bestaat uit drie onderdelen. En het eerste onderdeel is de aftrap. In de aftrap krijgen de gasten de gelegenheid om iets opmerkelijks te vertellen van het afgelopen weekeinde. En ik wil deze keer beginnen met Jan. Ja, ik heb gezegd blauw worstelt en verliest. En groen worstelt en wint. Ja goed, we zullen niet verder ingaan op de wedstrijd van Eemdijk. Jammer, want het was niet best. Maar ze hebben toch wel de overwinning behaald. Dat was het hele positieve ervan. En er zaten ook wel een aantal positieve dingen in. Maar ja, Spakenburg, ja, dat is het kind van de rekening. Ja. De wet van Murphy lijkt wel van kracht. En ik heb die wedstrijd tegen Dordrecht gezien. En dan denk je van ja, ze winnen met 3-0 van iemand die een divisie hoger speelt. Maar was dat nou de sterkte van Spakenburg of de zwakte van Dordrecht? Kees, jouw aftrap. Mijn aftrap, ik wilde eigenlijk denk ik de prangende vraag stellen die bij iedereen met een blauwe hart heerst. Gaat er deze week iets gebeuren? Of zou er begin van de week iets gaan gebeuren met betrekking tot de trainer? Of laat de verantwoordelijke van de TC de man gewoon op zijn plaats en bewaren ze de rust? Nou, ik denk dat inmiddels wel duidelijk is dat er niets gaat gebeuren wat betreft een eventuele ontslag van Erik Meijers. En dat de heren, ik heb het idee dat deze TC ook niet zo heel snel in paniek raakt. Dat heb ik al eerder. Ze hebben natuurlijk vorige week net besloten dat hij tot het eind van het seizoen trainer is. Ja, dat is dus nog maar een week oud. Dat is een week oud, ja. Maar ga je niet een week later zeggen van wegwezen. Ja, of daar had hij met 8-0 verloren moeten worden. Dan was het misschien een ander verhaal geweest. Maar vooralsnog denk ik dat het niet dat er wat dat betreft niets gaat gebeuren. Snel over naar het hoofdonderdeel en dat is van de zijlijn.
En een van de zijlijn bespreken we de wedstrijden van het afgelopen weekend. Of de tussenliggende periode ervoor. Een bekerwedstrijd bijvoorbeeld. Deze keer bespreken we maar één wedstrijd. En dat is de wedstrijd van Spakenburg tegen Quick Boys. Want IJsselmeervogels tegen de Treffers. Of Treffers tegen de IJsselmeervogels moet ik eigenlijk zeggen. Die werd afgelast in verband met het feit dat er een geval van corona bij de Treffers was. Ik heb begrepen dat het bij de staf was. Maar dat heb ik maar gehoord. Rijnsburgse Boys ging ook niet door. Of dat in relatie stond met dat coronageval bij de Treffers. Dat weet ik dus niet. In ieder geval is er maar één wedstrijd. En dat is die wedstrijd van Spakenburg. En er is genoeg over te zeggen. Want de resultaten zijn niet best. De krantenverslagen die spreken er boekdelen van. Dieper in het drijfzand. Spakenburg incasseert tegen Quick Boys een nieuwe dreun. Een repeterend verhaal. Ja, in de aftrap werd het al gezegd. De verdediging. En er werd al opgemerkt door Jan. Ja, ligt het soms aan het middenveld. Ja, het middenveld is nog alles gewisseld de laatste wedstrijden. Door schorsingen, blessures, et cetera. Dus daar is misschien nog niet de juiste samenstelling gevonden. Bovendien mis je toch die speler die van Hardenberg gekomen is. Wat een absoluut een vaste waarde moest worden. Van Beek is weggevallen. Had een vaste waarde moeten worden. Dus dat heb je ook niet. Maar ik denk toch... Met dat is gek het geschorst. Ja, goed, die is dan geschorst geweest. Maar ik denk, met wat er nog loopt. Vink, Ter Schegget, Olijven, dan heb je toch wel potentieel. Die jongens kunnen voetballen. Die hebben dat ook in het verleden bewezen. Of ze zijn over datum. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Er komt een moment dat die neergaande spiraal in je carrière komt. Maar bij zo'n Ter Schegget denk ik nog niet dat er is. En bij die Olijven, wat ik gezien heb van hem, prima voetballer. Ja. Dus, maar volgens mij hebben ze gewoon door al die blessures... Het ritme zit er niet. Olijven die geblesseerd raakt, wedstrijden. Ter Schegget die dan geblesseerd is, een rode kaart oploopt, ook weer geschorst is. Geen automatisme. Ja, Van de Beek die... Geen automatisme. Dan weer wel in de basis, dan weer niet. Wel. Dus gewoon geen vastigheden. Ja, geen automatisme, die heb je ook niet. Het zoeken van mij is natuurlijk naar de ideale samenstelling. De grootste tegenvaller is voor mij toch Amakolo. Dat was dus een verdedigende middenveld waar heel veel van werd verwacht. Er moest een nieuwe vechtjas op het middenveld worden. Ja. Nou, hij begon natuurlijk, daar kan de jongen natuurlijk niks aan doen met corona. Ja. Dus dan was de hele voorbereiding was... Wat was voor hem dus van de baan. Daarna kreeg hij een knieblessure. Toen kon hij in het begin van de competitie eindelijk een aantal wedstrijden meedoen. Af en toe had hij een leuke verdedigende actie, maar aan de bal bleek het dramatisch te zijn. Want hij leverde elke wedstrijd alle ballen in. Vervolgens raakt hij weer geblesseerd. En dat is nu alweer 4-5 weken aan de gang. Ja. Dus... In mijn ogen is dat, kun je dan al zo langzamerhand van een miskoop spreken. Ja. En die had het middenveld dus vorm moeten geven. Ja. Want bij Hardenberg was dat gewoon geweldig. De grote man. Ja. En zo zijn er nog wel een paar oorzaken te bedenken. Die Junte. Ja, die vind ik persoonlijk ook erg tegenvallen. Maar wat me ook tegenvalt, dat die jongen elke keer op het middenveld staat. Dat is helemaal geen middenvelder. Die moet gewoon voorin. Kijk, ik snap dat je hem daar een keer neerzet als het door de nood gedwongen een keer iemand geblesseerd is. Maar hij speelt daar al weken. En ik vond het afgelopen zaterdag met stip de slechtste man van het veld. Als ik trainer was geweest, had ik hem na een kwartier al gewisseld. In dat kwartier deed hij al alles fout en daarna deed hij nog veel meer fout. Met als groot dieptepunt, dus de kans bij 0-0... toen iedereen dacht, we gaan toch scoren na zo'n ontzettend slechte eerste helft. In plaats dat hij de bal breed legt op twee man naast hem. Floris van der Linden stond er onder andere naast, die andere weet ik niet meer. Ja, dan was de wedstrijd misschien wel op zijn kop gezet, maar dan hadden we in ieder geval een openingstreffer gehad.
Maar niet zonder alles dus. Ja, hij geeft zelf aan dat hij ze niet gezien heeft. Maar ze liepen eigenlijk parallel aan hem. Want ja, die steekbal die ging er fantastisch doorheen. Hij had al een keer buiten spel gestaan. Maar nu bleef de vlag naar beneden, terecht. Misschien en die kan alleen op de keeper en die komt schuin inlopen. Ja. Dus hij loopt niet recht. Dus als je enigszins zo kijkt, dan moet je in je ooghoeken, split vision, moet je ze zien lopen. En die bal die had hij onherroepelijk moeten geven. Ja. En hij schiet hem op de paal. Dat is natuurlijk jammer voor hem. Hij had anders dat doelpunt gemaakt en dan had hij de gevierde man geweest. Tegen Dordrecht scoorde hij wel. Nu had hij hem. Ja, dat was ook veel geluk, want die schoot hem tussen zijn benen door en dat doe je niet twee keer of drie keer achter elkaar. Nu had hij hem afgeven. Er stond er geen keeper. Je bent een team. Ja, het is en mij, je moet hem afgeven. Het is voor mij ongelooflijk dat hij die spelers niet heeft gezien. Misschien moet hij dan toch maar eens een brilletje om een brilletje op te doen. Want in mijn ogen kan dat bijna niet, dat je die spelers niet ziet. Je weet toch ook als voorhoede speler dat er in zo'n situatie toch vaak toch wel iemand naast je loopt. Ja. Ja. Dat moet je ook voelen. Dus die bal kun je bij wijze van spreken blind afgeven. Ja, dan had een geil doelpunt geweest. Je ziet het in de wedstrijd van Chelsea. Hebben ze dat nooit... die bal ook opzij getrokken wordt. En Ziyech heeft hem gewoon aan de binnenkant van zijn voet voor het intikken. En dat eerste doelpunt van Quick Boys. Dat komt ook over de zijkant. Over, vanuit het Quick Boys gezien. Over rechts van Spakenburg op de linkerkant. Nou, die bal die wordt ook voor het doel overgetrokken. Nou, de staande speler staat er helemaal vrij. Nou ja, die heeft hem... die kan hem in wezen met zijn... puntje van zijn neus. Puntje van zijn neus kan hij hem erin drukken. Maar dat is ook het grote probleem van Spakenburg. Hè? Je ziet, die ruimtes die zijn zo ongelooflijk groot. En dat niet alleen zaterdag, maar dat is bijna iedere wedstrijd het geval. En ik plaats dat ze daar dan leringen uittrekken, maar... Ik zie elke keer, en ook vaak dezelfde spelers, dezelfde fouten maken. Ja, wat mij het meest zorgen heeft gemaakt is dat bij die 4-4-2 opstelling, dat je dus zeg maar, dan hebben ze het over een ruit, en dat je op het middenveld dan een mannetje meer hebt, dat Quick Boys in staat was om met heel veel ruimte achter hun verdediging, want ze speelden zeker 30 meter voor hun doel, hadden ze de laatste lijn liggen. Ja. En dat ze Spakenburg helemaal terugdrukte tot op hun eigen 16. De ballen daar afjoegen. En dan zie je Spakenburg. Ik heb twee kansen gezien van Quick Boys waarin Heus zeer adequaat optredt. Maar als je dan oplet op de aanloop, de aanleiding van die kansen. Dat er zeg maar op het middenveld alle Quick Boys spelers gewoon... volledig de ruimte krijgen om een hele afstaande af te leggen zonder dat er ook maar een speler van Spakenburg bij ze in de buurt komt. Veel te grote, in mijn beleving, veel te grote afstaande. En dan, ja, hoe kan dat? Nee, mijn vraag is, hoe is het mogelijk dat Quick Boys Spakenburg onder druk kan zetten op hun eigen helft en dat Spakenburg het niet voor elkaar kan krijgen om druk te zetten op de aanvallers van Quick Boys? Vlak voor een eigen 16. Nou, Erik Meijers heeft na afloop verklaard dat Spakenburg dus vooral voor rust een hele vermoeide indruk maakte. Ja, en hij zei daarbij dat alle ploegen die dus voor de beker hadden gespeeld ook met hetzelfde euvel hebben gekampt. Maar dan kun je je wel afvragen, waarom komt het in de eerste 20 minuten naar rust dan wel? Ik heb met het interview van Erik Meijers gezien, dat is treffend wat jij hierin zegt. Ja. Hij zegt in dat interview dat Spakenburg dus vermoeid, een vermoeide indruk maakte. En dan zit ik dat interview af te luisteren en dan zegt hij, ja, ze kwamen herboren of met nieuwe energie kwamen ze uit de kleedkamer. Die verloren. Had er wel meer in gezeten? Nou, de eerste helft niet. Wij oogden heel erg vermoeid. Zeker voor de rust. We hadden geen grip op Quick Boys. Quick Boys was de bovenliggende partij. Voetbalde makkelijk onder de druk uit. Uiteindelijk hebben wij geen schade tot de rust. Dus we gaan met 0-0 de rust in. Ja, na de rust komen we wel herboren uit de kleedkamer. Waren we de bovenliggende partij.
Ja, dat pakt Van der Helm twee geweldige ballen. En de derde van Raffelino Junte, die moet erin. Dat weet Raffelino zelf ook. Uiteindelijk is dat wel een cruciale bal geweest. Vindt het werkelijk van de zotte dat als je op dinsdag speelt, dat je op zaterdag nog inderdaad vermoeid bent? Ja. Hebben ze dan wel een goede conditie? Nou, dat is dus, dat kan je afvragen. Maar ik vraag me af, kan Erik Meijers wel reflecteren op zijn eigen handeling? Want een vermoeide indruk, dat is zijn schuld natuurlijk weer ergens anders zoeken. Het ligt niet aan mij. Nee. Maar nee, het ligt aan de vermoeidheid, het ligt aan die bekerwedstrijd. Excuus hoor, ik begrijp het niet meer. Maar ik begrijp nog een ding eigenlijk niet, want iedereen zei dus toen we 4-3-3 speelden, ja, er zijn te veel gaten en Vincino Dekker die werd dus geslachtofferd, omdat hij te vaak zijn man liet lopen, verdedigend niks doet. Nu spelen we 4-4-2, maar ik zie nog steeds, wat ik net al zei, dezelfde dingen fout gaan. Dus had het wel überhaupt met het systeem te maken? Goeie vraag. Trouwens, ik kan trouwens, voordat ik het vergeet, over Vincino Dekker melden dat hij zich deze week weer op de training bij de A-selectie. Dus ze hebben hem er weer bij gehaald. Dus we moeten even gaan kijken wat dat voor gevolgen heeft voor de, of hij meteen weer speeltijd krijgt zaterdag tegen AFC. Of dat hij... Want Eindhoven de, is hem de bank ook weer, nog even... Ja, Eindhoven is zeker tot aan de winterstop niet beschikbaar. Ja. Nou, de man die hem verving tegen Dordrecht, Roy Tol, die had alleen maar balverlies. En die... Volgens mij heeft dat te maken met een groot gebrek aan vertrouwen, omdat hij de ene week wel weer in mag vallen en dan weer niet. En ik heb zaterdag dus Lovien van Zundert als vervanger gezien. Nou, ik denk dat we zo langzamerhand wel, heeft hij een goede invalbeurt gehad. Ja. Maar zodra hij in de basis staat, komt hij toch wel schromelijk tekort. Ja. Ik denk dat dat een van de spelers is waar de TC wel hoge verwachtingen van had. Maar die heeft dat in ieder geval nog geen seconde waargemaakt. Nou goed, maar bij zijn vorige club deed hij het goed. Ja, daar had hij als aangever dus Boy van der Beek. Ja. Dat heb ik ook al eens een keer in dat eerste coronaseizoen had Boy geloof ik 8 assists. En Van Zundert had 9 doelpunten. Ja. En al vaak allemaal op aangeven van Van der Beek. Ja, goed. Ja. Van der Beek is weg. Dus of, ja, dan is de conclusie misschien dat de druk daar minder groot is in Groesbeek. Dat is zo. Ja. Kijk, ik moet wel zeggen dat Van der Beek op 10 of aan de linkerkant, ik had er meer van verwacht. Ik kwam niet echt dominant uit de voeten of uit de verf. Maar in zijn laatste wedstrijd, toen hij geblesseerd raakte dus, dat was een oefenwedstrijd tegen Sportlus, toen stond hij op 6. In die positie vulde hij wel heel goed in. Ja. Ik kan zeggen, dat is maar een oefenwedstrijd. Ja. En ook tegen de tweede garnituur van Sportlus, want die kwamen pas na rust met het elftal, met het eerste elftal aanzetten. Maar dat zijn allemaal, ik vind het allemaal een teken aan de wand van de aankopen die er tot nu toe, in principe kun je zeggen dat degene waarvan misschien het minst werd verwacht, Yannick Zeeman, dat die... Ja. De meeste indruk nog heeft achtergelaten, ja, terwijl hij niet eens op zijn plaats speelt de laatste week. Dat doet op zich heel goed. Kees, in het begin van het seizoen was je enthousiast over de TC en hun aankopen. Ja, dat was ik zeker. Dat kunnen we misschien nog wel terugvinden hier in de Arena. Ja, maar, goed, dat is maar ook... ik kan sterker vertellen, Kees niet alleen. Heel Spakenburg was daar enthousiast over. Op basis van wat die spelers bij andere clubs hadden laten zien. Ja, het is net als beleg, hè? Ja, als jij relaties uit het verleden. En ze moeten daar de dikkie af. Ja, maar als jij twee sterke spelers bij Hardenberg vandaan weet te halen. Je krijgt een scorende spits van de treffers. Een middenvelder die het in al die jaren daar goed heeft gedaan. Zo noem ik er al zo 4. Kijk, dan mag je toch wel verwachten dat... En je had zelf ook nog wat lopen. Van de Linde, Vincino Dekker. Het is gek. Maar dan mag je toch wel verwachten dat je toch minimaal bij de eerste 4-5 ploegen gaat eindigen. En we zitten al het hele seizoen al naar enkele goede wedstrijden nogmaals daargelaten. Maar we hadden het een tijdje geleden over de wet van Murphy. Op een gegeven moment, soms zit het ook allemaal tegen.
Die 1-0, nou goed, die kan vallen. Nou, die 1-0 van Spakenburg, die valt niet. Quickboy scoort. Spakenburg scoort niet. Ja. Ze krijgen nog een paar kansen daarna. Een paar voorzetting. Nou, dat waren van kansen. Voorzetting, die hoogkoming. Quick Boys vond ik verdedigend. En zeker met de wat langere mensen die wij bij Spakenburg hebben, vond ik dat Spakenburg in de voorhoede koppend behoorlijk sterk was. Er kwam veel gevaar vandaan. De enige twee mogelijkheden in de eerste helft waren van Schilder en van de Lindy. Ja. Beide kopballetjes. De ene was nog slapper dan de andere. De keeper kon ze zo oprapen. Ja. Maar daar kwam het enige gevaar vandaan. Buiten dat, lijkt het wel alsof het bij Spakenburg gewoon niet mag lukken. Want ze, van der Linden op de paal, daarna Zundert nog met een poging. Het had maar zo ook heel anders kunnen lopen. Ja, en dan krijg je een van mij cruciaal moment in de wedstrijd. En dat is dat er een bal, wordt in de verdediging van Spakenburg gespeeld. Ik geloof dat Schilder terugspeelt. Ja. En dan, die gaat over het middenveld. En dan komt Junty, die komt in de bal. En daar loopt een speler van Quick Boys achter hem. En die zit er enigszins schuin achter. En het lijkt erop alsof Junty een duw in zijn rug krijgt. Nou kan het ook wezen dat Junty die voelt wat in zijn rug. En die heeft gedacht, ik kan die bal niet goed onder controle krijgen. Dus ik ga liggen en die scheidsrechterschaap die fluit. Schaap, maar die floot niet. Dus die bal die wordt door die betreffende speler weer naar voren getrapt. En dan gebeurt er iets. Die bal die komt aanrollen. En dan is het Schilder die een complete mispeer heeft. Ja. Die bal die komt dus bij een speler van Quick Boys. Die hoeft hem alleen maar achter hem langs te schieten. En die speler die kan alleen op de keeper af. 2-0. Ja. Dat is wat Schilder de laatste weken al een paar keren is overkomen. Hij heeft ook een paar doelpunten gemaakt, waaronder tegen Dordrecht. Maar verdedigend gaat het op zich allemaal wel, maar aan de bal is het zo, is hij momenteel vreselijk onzeker. Onzeker. Want, de gekste dingen zie ik gebeuren. Ik moet nog wel even zeggen dat ik zat dus op die hoofdtribune en dat ik op een gegeven moment een actie zag. Misschien was het achter de rug van de scheidsrechter om. Je noemde hem net al, scheidsrechter Schaper heet hij. We hebben hem eerder gehad tegen Klozakkenboys. Toen verzuimde de beste man. Heb ik toen ook uitvoerig, ben ik daarop ingegaan, twee keer rood te geven aan Klozakkenboys. Eén keer paars zelfs. Ja. Maar één keer kreeg de man geel en de tweede keer met de ergste overtreding deed hij helemaal niks. Nu zag ik weer een overtreding die eigenlijk maar voor één straf in de aanmerking kwam. Dat was onder de tribune. Onder de tribune, volgens mij Jeffrey Ket, die verdediger met dat rode haar. Ja. Ja. Even ervoor kreeg wel een Spakenburg-speler een gele kaart. Ket kreeg niet eens geel. Die kreeg niet eens geel. Terwijl sommigen eigenlijk vonden dat er misschien een nog wel andere kaart had mogen vallen. Maar misschien heeft scheidsrechter Schaper een hekel aan Spakenburg, ik weet het niet. Maar elke keer als ik die man zie fluiten, dan vaak word ik met mijn hoofd schudden. Dan word je er niet vrolijk van. Dan word ik er niet vrolijk van. Overigens had hij geen enkele invloed op de uitslag. Want de overwinning van Quick Boys was gewoon dik verdiend. Ja. Het is dat Menno Heus voor rust al een aantal zeer knappe reddingen had. Die twee reddingen, ja. Anders was het leed waarschijnlijk helemaal niet overzien. Dan hadden we waarschijnlijk al met 2-3-0 achter gestaan. Ja. Maar goed, we komen nog terug. Knappe kopbal weer van Koos Werkman. Ik heb het net al genoemd. Vond dat Spakenburg veel te weinig gebruik maakte van zijn kopsterke spitsie. Die Koos Werkman, die Schilder, die kopte, die heeft er zo nu en dan ook al eens eentje ingekopt. Ja. Nou, Van Zundert is ook niet een kleine jongen. Van der Linden is koppend sterk. Ja. Sorry Jan, snap ik het spelletje niet? Nou, kun je niet in de, met 2-0 achter staan, kun je niet wat omzetten en ga je met 3 man spelen en Je moet eerst al iemand hebben die een goede voorzet geeft. Ja, Virgilio Vink. Ja. Kan die geen goede voorzet geven? Hij is in alle wedstrijden ervoor, ook nu met zijn vrije trap. Je moet het wel komt die op in het spelletje brengen.
Die, ja, maar toch kon ook Vink zijn stempel niet op deze wedstrijd. Maar die trainer van Quick Boys, Edwin Grunholz. Nou, die noemt het ook nog in een interview. Ja, in het interview zegt hij dus dat hij zeker, maar dat zijn we hier niet met een oneens, de bovenliggende partij was in de eerste helft. Ja. En dan wordt een heel treffende vraag gesteld aan hem. Ja, maar je raakte het toch kwijt. Spakenburg kwam herboren eigenlijk uit de kleedkamer. En jullie worden onder druk gezet. Die keeper, Helm, of Van de Helm. Van de Helm, ja. Die heeft nog twee knappe reddingen, noemt hij op. En, heel treffend, hij noemt ook die cruciale bal op de paal van de Junti op. Want wat ik daaruit dan begrijp uit het interview, is dat hij dat het zomaar heel anders had kunnen aflopen. Want het is nog steeds, en dat zei mij eens, 0-0. Ja. En dat was ook het treffen met die wedstrijd van Dordrecht. Na 5 minuten, boom, die 1-0. En dan voetbal je heel anders. Ja. Ja. En dan kan je wat afwachtender voetballen en dan kan je echt counteren. Ja. Dat kwam er in beginfase daarna ook niet erg van. Maar dat is een heel ander spelletje. Het geeft je wat meer zelfvertrouwen. Ja. En de andere ploeg, die moet. Hè? Die moet echt aan de bak. Dus het is een wereld van verschil. 1-0 voor of 1-0 achter. Nou, Dordrecht deed het wel aardig. Maar wat we net al zeiden, tot aan de 16 meterlijn. Ja. Aanvallend vond ik het helemaal niks voorstellen. Dus ik snap echt wel dat deze ploeg helemaal onderaan staat. Ja. Kees, je hebt het zelf gezien. Quick Boys had ontzettend veel ruimte achter zich. Ja. We hebben Van der Lindy, de Junti, die liepen nu voorin. Sundert. Kun je nog die wedstrijd van Rijnsburgse Boys herinneren? Een aantal jaren terug. Dat ze met 5-1 klop kregen, omdat eigenlijk alle ballen er gewoon overheen gelegd werden. En dat Tol drie keer scoort. Ik geloof dat, sterke spits ook, ik kan niet meer op zijn naam komen. Maakt niet van de Meijeraker. Maar dat ze toen wel gebruik maakten van die mogelijkheden die Quick Boys bood, door die ballen er gewoon overheen te leggen. Ja. En je ziet ook Junti, met alle respect. Die legt een bal achter de verdediging. Nou, de bal die hij paast, die komt 3 meter voor de achterlijn. Nou, die is er toe voor niemand te belopen. Zelfs de keeper. Een van die zwakke punten van Spakenburg. Dat viel me ook in de wedstrijd tegen Dordrecht op. Van Spakenburg had de bal in de verdediging. Dan probeerden ze of via het middenveld te voetballen. Ja. En dan raakten ze die bal kwijt op het middenveld. Ja. Of ze probeerden de lange bal te spelen. En die kwam niet dan. En als die aankomen, als die goed liggen. Dan heb je, de eerste keer kwam hij wel goed. En toen was dat gelijk raak. Ja. Ja. Ja, dus dat is een heel belangrijk punt. En dat hebben ze bij Spakenburg niet. Nou, het is maar 1 keer goed gegaan in de wedstrijd bij Spakenburg. En dat was bij Junti. Dat die bal er tussendoor stak. En toen hadden ze alle ruimte erachter. Dat was voor die Quick Boys supporters niet. Quick Boys voetballers. Niet te belopen, 3 man alleen voor de keeper. Ja. En geen doelpunt. Nou, dus al met al een ontluisterende nederlaag. Ja. Als je dan kijkt aanstaande zaterdag naar AFC moeten. Ik ben al van nature altijd heel optimistisch, maar deze wedstrijd gaat Spakenburg daar niet winnen. Ik kan me 2 jaar geleden herinneren dat ik. Er was toen geen nieuwjaarsreceptie. En ik ben altijd gewoon om tijdens de nieuwjaarsreceptie mijn nieuwjaarswens altijd met iets fysieks gepaard te laten gaan. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik de selectie van Spakenburg toen, voor dat beroemde seizoen waarin het uiteindelijk niet doorging, afgebroken naar die 7 wedstrijden, in dat jaar daarvoor, dus 2 jaar geleden, daar heb ik ze allemaal. 2 van die plastic belletjes van de Action gegeven in diverse kleuren. En ik heb ook nog 2 van die goudkleurige ballen aan Erik Meijers gegeven. En ik heb toen de selectie toegesproken. En ik weet niet welke selectiespelers er dit programma bekijken van Spakenburg. Maar mijn verhaal was toen voor die selectie dat als je wilt voetballen, dan moet je niet alleen over technische kwaliteiten beschikken.
Maar je moet ook tijdens de wedstrijd zo de spreekwoordelijke ballen tonen. En daarom heb ik toen gevraagd aan de selectie van Spakenburg of ze die ballen in hun sporttas wilden doen. Omdat ze elke wedstrijd voordat ze gingen voetballen die ballen zouden zien. En zouden zich zouden realiseren wat er gevraagd wordt in de tweede divisie, de Jeks-League nu. Dat je dus pit ballen moet tonen. Ik ben heel benieuwd waar de komende nieuwjaarsreceptie mee gaat komen. En weet je wat ik toen tegen Erik Meijers gezegd heb met die gouden ballen? Nou, dat hij daarbij voor zijn keuzes van de spelers een gouden pik mag hebben. Ja. Want ja, die. Maar ik heb hem tot nu toe gemist. Waren het geen bronzen ballen? Ja. Ik denk dat hij ze verkocht heeft. Met de huidige goudprijs. Ja. Ik maak me dus terdege zorgen over het vertoonde spel van Spakenburg. En zeker over de eerste helft. Wat AFC gaat doen, dat gaan we komende zaterdag bekijken. Jouw verwachting is niet bijster groot. Nee, ik verwacht er eigenlijk weinig van. Aan de andere kant, een club als Jong Volendam, dat wint daar ook gewoon met 3-1. Dus soms zijn de wonderen de wereld nog niet uit. Nee, maar dat is het weer het probleem. Jong Volendam, in welke samenstelling voetballen ze? Die jongens die voetballen frank en vrij. En dan lopen echt hele goede voetballers in rond. Goede voetballers. En als die dan net hun dag hebben, dan winnen ze van iedereen hoor. Ja. Dat is met Jong Sparta zo, dat is precies hetzelfde. Nou, zeker als tegenstander ze waarschijnlijk heeft de AFC ook onderschat. En een tegenstander die probeert te voetballen. Hè. Ja. Dus zijn jongens die hebben vaak heel veel snelheid in huis. Ja. Dus dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar er komt ook nog bij dat de AFC eigenlijk de laatste jaren een soort eindsgegner voor Spakenburg is geworden. Want zowel uit als thuis verliezen ze daar thuis is het een andere keer niet terecht geweest. Een aantal hele ongelukkige nederlagen. Ja, daarnaast hebben we natuurlijk te maken met meneer Ignacio. Die tegen Spakenburg altijd zijn beste wedstrijden speelt. Ja. Ik denk dat hij er al weken van tevoren mee bezig is geweest. Dus wie weet krijgt hij het weer op zijn heupen. Maar ik heb ze gezien tegen IJsselmeervals. Maar ik vind het een hele goede ploeg. Ja, ze hebben een geweldige nummer 10. Die splinterde mooi, die uit de jeugd van Feyenoord afkomstig is. En zo kan ik nog wel een aantal jongens opnoemen. Dus het zal, Dat wordt een hele uitdaging voor Erik Meijers om een strijdplan En op een verschrikkelijk tijdstip, hè? Want de wedstrijd begint om 5:30. Wist je dat? Nee. 5:30 moeten ze daar spelen. Dus dat, Is daar een oorzaak voor? AFC speelt normaal gesproken, dacht ik, altijd om 5:00 of op zondag. Maar de echte oorzaak weet ik eigenlijk niet. Nee. Maar ik vind het een heel naar tijdstip om te spelen. Maar, ik weet de reden niet waarom dat is. En ze zullen ermee moeten dealen. Ze zullen ermee klaar moeten zijn. Eén lichtpuntje, of lichtpuntje, maar net hoe je het bekijkt. Maar misschien dat als Dekker deze week goed traint, dat hij wordt beloond en dat hij daarbij kan zijn. Of desnoods op de bank mag zitten. Ja. Misschien dat hij weer wat licht in de duisternis kan brengen. Wil je ook nog een verwachting uitspreken voor Spakenburg? Nou ja, ik hoop op een goed resultaat, want je bent toch voor de ploeg uit het dorp. Uit het dorp. Als ik nuchter mag nadenken, dan denk ik dat toch de overwinning in Amsterdam blijft. Ja. Ik doe niet mee aan de prognosecompetitie. Ik zit er toch altijd naast. Dat heeft geen zin. Dus ik hoef ook niet te zeggen. Ik hoop alleen net wat je zegt dat. Maar dat het een goed resultaat We hebben een keer een toto gehad op het werk met toen een of ander EK of WK. En we hadden een meisje op de receptie zitten. Die had nog nooit gehoord van voetbal. En die won. En die won. Ja, dus. Er zijn ook apen die hele goede voorspellingen doen. Ja. Maar er is nog een leuke wedstrijd. En dat is Katwijk tegen IJsselmeervals. Katwijk. Ja. Ik weet niet of we daar nog eventjes kort op vooruit kunnen blikken. Dat is onderwerp. Katwijk is, ik las van de week een staartje, geloof ik, 27 punten uit 10 duels, als ik het goed heb.
Nou, dat is natuurlijk een geweldig gemiddelde. Dat hadden ze een aantal jaren geleden, las ik in een stukje met Robert Suzanne. Hebben ze datzelfde puntenaantal ook al eens een keer gehad. Dus als je puur naar de cijfers kijkt, dan zeg ik natuurlijk maar één favoriet en dat is... Katwijk. Ja. Maar misschien kan IJsselmeer wel eens boven zichzelf uitstijgen. En de spanning in de competitie een beetje terugbrengen. Ik verwacht van niet, maar ja, je weet nooit hoe een koe in de haas vangt. Maar mijn voorspelling zal zijn dat het een makkelijke zege voor Katwijk gaat worden. Wat ik begrepen heb is dat er niet zulke hoge verwachtingen leven bij degenen die Rooien een goed hart toedragen. Ja. Dat ze met schrik en beven. En voetbal is en blijft altijd verrassend. Het is voetbal, de bal is rond en we kunnen nog wel een paar van die clichés verzinnen. Ja. Maar als ik zo de wedstrijd van IJsselmeervals naar voren haal tegen Excelsior. En denk ik van nou, en de wedstrijd tegen AFC was weer een andere trainer, andere situatie. Maar ik denk dan toch dat het een hele moeilijke zaak zal worden. Ik hoop op een beter resultaat en ik hoop op een punt of liever nog drie. Maar nogmaals, net realistisch gezien, denk ik dat Katwijk... Je weet nooit hoe een koe naast. Nee, daarom dus... Laten we het beste hopen. Ja. Ja. Eén aspect hebben we nog niet behandeld. Sorry dat ik even de rol van de presentator... We zitten met z'n drieën te praten over voetbal. Hè? Ja, dat is namelijk de nieuwe trainer van Spakenburg. Die is natuurlijk nog niet bekend. Nee. Er circuleren wel allerlei namen. Eén naam. Dat kan ik hier wel even melden. Het heeft denk ik ondertussen ook al wel op social media gestaan. Maar van één persoon weet ik zeker dat hij het niet gaat worden. En dat is Erik Speelziek. Die stond dus heel hoog van Sparta Nijkerk. Ja, die stond dus heel hoog op het verlanglijstje van Spakenburg. Hij heeft een doorlopend contract daar. Wilde ook zelf... Tot 2023 geloof ik. Volgens mij wel. Ja. Of tot volgend seizoen, geloof ik. Ja. Maar wilde zelf graag een stapje hoger op. Maar de TC van Sparta Nijkerk is daar voor gaan liggen. Dus die werkt op geen enkele manier mee. Maar goed, als hij kampioen wordt, dan is hij ook een stapje hoger op. Hè? Ja, dan moet hij wel wat beter spelen met zijn team dan de afgelopen wedstrijden. Goed, want die hebben ze dus verloren van de Hoek en afgelopen zaterdag ook weer. Van DVS. Dus daar kan een streep doorheen. Ja, dan zou je... Twee namen genoemd. Kijk, Jan Zoutman. Jan Zoutman is ook een paar keer genoemd. Ja, misschien kwam dat ook omdat hij tegen Dordrecht, of dat heel toevallig op de tribune was, weet ik niet. Toen was hij dus aanwezig. Dordrecht is wel een van zijn oude clubs. Ja. Dus dat zou dus ook kunnen, dat het daarmee te maken had. Ik heb ook Ulrich Landvreugd zien zitten. Van hem is bekend dat hij. Die gaat weg. Dat hij dus graag betaald voetbal in wil. Ja. Hij heeft een goed verleden bij Eemdijk. Maar hetzelfde verhaal geldt natuurlijk ook voor Patrick Loemen. Die ik hier. Daar gaat mijn persoonlijke voorkeur dus naar uit. Om die dus trainer te laten worden in het nieuwe seizoen. Patrick Loemen, hetzelfde verhaal. Als hij kampioen wordt, en dat kan. Hij staat bovenaan. Hij staat nu gedeeld bovenaan. Dan is hij ook een stapje hoger. Ja, maar ik weet dat hij bij Eemdijk heeft hij dus kampioen gemaakt. Ja. Hij heeft nog een aantal uitstekende prestaties op zijn naam. Hij is ook een aantal keren gepromoveerd. Dus met deze trainer zou ik het makkelijk aandurven. Jan van Twillet heeft hier een paar weken geleden ook een enorm pleidooi voor hem gehouden. Dus we moeten even afwachten wat er gaat gebeuren. Ik verwacht dat het wel op korte termijn bekend zal worden. Maar het sluit de ook niet TC uit. Zal toch wel bezig zijn met... Ja, ik denk dat ze bezig zijn om een lijstje met kandidaten. Ja. Dus, maar ik sluit ook niet uit dat er misschien wel een verrassing uit de hoge hoed komt. Een naam bijvoorbeeld die nog helemaal niet is genoemd. Zoals bij IJsselmeervals. Zoals bijvoorbeeld bij IJsselmeervals. Maar goed, misschien is Zoutman toch een oplossing, want die is vrij. En als er nog één of twee wedstrijden binnenkort teleurstellende uitslagen worden gehaald, dan heb je niet een interim trainer. Ik kan me niet voorstellen dat als ze naar de ene laatste
plaats onderaan zakken, dat er dan niet wat gaat gebeuren. Dat kan ik me niet voorstellen. Twisker, dat is, Erik Meijer is dan aanlaten. Twisker is niet genoemd om terug te komen. De naam Twisker heb ik. Ja, dat is ook een goeie. Natuurlijk altijd een mogelijke. Ik heb hem wel eens voorbij zien komen, maar niet in die mate omdat het voornamelijk kandidaat. Hij is natuurlijk beschikbaar. Je kunt ook zeggen, van moet je een trainer gaan nemen die in het verleden alles. Dat vind ik nooit zo verstandig. Nee, ik ook niet. Nee. Dus, maar goed, Twisker zou een optie wezen. Jan Zoutman is genoemd. Zoutman, Loenen. Speels, die kan een streep door. Kan de streep door. Zijn verleden is er ook nog wel eens contact geweest met de trainer van de Koninklijke HFC. Gert-Jan Tameris, maar die heeft al bijgetekend. Okay. Prima. We sluiten het af van de zijlijn. We gaan over naar het laatste onderdeel van het programma en dat is een schot voor open doel. En een schot voor open doel, daar krijgen de gasten de gelegenheid om een gele of een rode kaart uit te delen. Of een publiekswissel. En ik wil deze keer beginnen met Kees. Ja, mijn rode kaart, die ga ik geven, die gaat uit naar, hij is al een paar keer genoemd, Ravelino Junte. Prachtige voornaam. Maar ik kom nog even terug op die kans. Dat, die bal moet er natuurlijk gewoon in. Nou, dat hebben we net al uitvoerig besproken. Ik denk dat die Spakenburg van een groot probleem had kunnen verlossen als hij iets beter had gekeken of iets beter had gemikt. Hij had dan was het 1-0. En ik vraag me af of Quickboys dan nog in staat was geweest om terug te doen. Omdat ze in de tweede helft eigenlijk ook onherkenbaar waren ten opzichte van de eerste helft. Ja. En dat was wel de verdienste van Spakenburg. Ja, zeker weten. Bovendien hebben ze de laatste 4-5 wedstrijden niet van Quickboys verloren. Dus ik had er vooraf alle vertrouwen in dat dat nu ook weer zou gaan gebeuren. Je prognose was ook winst, maar dat is niet gebeurd. Rode kaart voor Junti. Jan. Ja, publiekswissel, pluim of een hart onder de riem. Is wel een heel apart geval. Een speler van Berkum in dit geval, die ik afgelopen zaterdag heb gezien. Jorben Nieuwenhuis. Hij speelde linksachter. In de eerste helft moest hij drie keer naar de kant. Werd er een telefoon op zijn linkerarm aangesloten om zijn bloedsuikerspiegel te controleren. Ik geloof dat zelfs nog een suikerklontje is toegegooid vanuit de dugout van Eemdijk. En dat was toch blijkbaar die wedstrijd een probleem voor hem. Maar hij bleef in het veld, hij bleef goed voetballen. 4 minuten voor de rust valt hij in een duel. En zijn schouder raakt uit de kom. En hij heeft gewoon die 4 minuten volgemaakt. Wel zwaar met zijn arm langs zijn lichaam heeft hij de rust gehaald. En uiteraard kwam hij na de rust niet meer terug. Maar ik vond het een jongen die inderdaad echt verdiende om een steuntje in de rug te krijgen, want zijn inzet was geweldig. Nou, je hebt het over een schouder uit de kom. Ik had afgelopen zaterdag dienst en kreeg samen met mijn collega Erik Ubersen te maken met een speler van Spakenburg, van een lager elftal, senior elftal. En die had een schouder uit de kom en die jongen die verging van de pijn. En ze waren op zoek naar naar iemand die die schouder in de kom kon zetten. En of er iemand was met een medische achtergrond die dat voor elkaar kon krijgen. Toen werd er geopperd om dus inderdaad even naar de dugout van Spakenburg toe te gaan. En aan een van die twee verzorgers te vragen of die even in de gelegenheid was om die schouder in de kom te zetten. Blijkbaar ging het niet zo goed met Spakenburg. Want de beide fysiotherapeuten die waren niet van plan om te helpen. Vervolgens heb ik tegen een andere iemand gezegd, loop even naar de geluidsman en laat even omroepen of er een dokter op het terrein is en of die even zou willen komen. Nou, die dokter die kwam ook, die kwam uit Katwijk en die dokter uit Katwijk heeft toen die jongen zijn schouder of zijn arm weer in de kom gezet. Nou, een doek om en wat adviezen meegegeven voor hoe hij er verder mee om moest gaan. Ik zou haast een rode kaart uitdelen aan de fysiotherapeuten van... Zou haast, ik zou het gewoon doen. Een rode kaart uitdelen aan de fysiotherapeuten van Spakenburg. Want ik kan me haast niet voorstellen dat je met z'n tweeën in een dugout moet blijven zitten.
Terwijl er niet één van beide even vijf minuutjes weg zou kunnen gaan. Ik, hadden ze nog een reden aangegeven waarom ze dat niet... Nee, ze moesten bij de wedstrijd blijven, zeiden ze letterlijk. Nou, ik heb wel in de wandelgangen, want er waren natuurlijk inmiddels wat meer mensen bij. Die hebben daar zware ongenoegen over uitgesproken. Ik dacht dat je in een of andere eet werd afgenomen. Dat je in alle gevallen... mensen in nood moet helpen of zo? Nou, voor doktoren zeker. Ja, maar ik weet niet of het voor fysiotherapeuten is, maar goed, ergens staat er in de wet ook dat iedereen die hulp kan verlenen, moet hulp verlenen. Nou, dat hoeft niet in de wet te staan voor mij hoor. Nee, dat hoeft niet in de wet te staan, maar het staat er wel in. Ja. Goed, we sluiten het programma af. We gaan over tot andere orde van zaken in deze... Toch wel een heel bijzondere week voor Bunschoten Spakenburg met zulke tragische gebeurtenissen. En wij praten over misschien wel het minst belangrijke in deze situatie. Ik wil in ieder geval iedereen bedanken voor het kijken en ik wens een ieder het beste. En ik zou zeggen, tot buitenspel. Dit is de lokale omroep Spakenburg. De omroep voor de gemeente Bunschoten. Een gemeente met een geheel eigen karakter. Waar cultuur hoog in het vaandel staat. Waar respect is voor het oude, maar ook ruimte voor het nieuwe. Midden in deze gemeente staat De Los. Modern, herkenbaar en onafhankelijk. De Los, uw eigen omroep in uw eigen woonplaats.